Je hebt dan eindelijk hè, datgene waar de supporters op wachten. Die meerdere goals een wedstrijd winnen met 3-4-0. Het is een lekker gevoel, denk ik. Ja, natuurlijk. Dat gebeurt niet vaak. Dat we met drie verschillende goals winnen. En vandaag is het wel gebeurd. Dus het is prachtig voor ons en voor het publiek. Komt dat net op tijd nu? Want de twee belangrijkste weken komen eraan, denk ik. Of twee belangrijkste wedstrijden. Ja, dat komt wel op tijd, want we moesten vandaag winnen. En het is wel goed voor het vertrouwen in de ploeg. Want vorige match was het iets moeilijker, maar het is nu voorbij. En dat komt op het goede moment. En ik denk dat we zo moeten doorgaan voor de twee laatste matchen. Hoe hebben jullie de afgelopen week beleefd? Ver van de pers? Ja, we hebben goed gesproken in de ploeg. En dat is ook belangrijk. En, maar ja... Nu is iedereen wel in orde in de ploeg en ik denk dat vandaag hebben jullie dat kunnen zien dat de sfeer in de ploeg goed is en dat we weer klaar zijn voor de twee laatste match. Hoe heb je tot slot de wedstrijd zelf beleefd? Ja, heel goed. Ik voelde me goed. En natuurlijk, na 90 minuten was ik een beetje moe, want die laatste tijd heb ik ook adductoren problemen gehad en zelfs niet zoveel gespeeld. Maar vandaag heb ik me heel goed gevoeld en ik hoop dat het zo zal blijven voor de twee laatste matchen. Mag ik zeggen dat je terug op topniveau bent? Ik denk het wel, dat ik nu op topvorm ben. Want ik heb ook 10 dagen rust gehad. Ik heb goede verzorging gehad. En, dus nu ben ik helemaal klaar voor de twee laatste matchen.